De aanleiding voor ons om te gaan bouwen is dat wij, de moment dat we eigenlijk op zoek waren naar een bouwgrond ook, woonden wij nog in het buitenland. Dus voor ons was dat heel moeilijk om eens en vooral een bouwgrond te vinden, maar ook uiteraard de bouwfirma. Zeker vanaf die afstand, dus we zijn eigenlijk zo via internet beginnen kijken naar testimonials, naar reviews. En zo op die manier zijn we eigenlijk ook online op Blavier uitgekomen. En ik kan me nog herinneren, als wij nog in Shanghai woonden, dat wij ergens in mei of zo waren wij hier in België. En dan waren wij naar de kijkwoning geweest, naar Pemere. En ik weet zijn naam niet meer. Dieter, dat was Dieter, super sympathieke kerel. En we zagen dat huis ook al van op de straat. En we hadden zoiets van, ja, dat is eigenlijk wel een beetje ons goesting. Dat is zo wat de stijl dat we naartoe willen gaan. Super veel informatie ook gekregen die een dag. En ik denk dat wij zelfs diezelfde dag nog eigenlijk een contract hebben getekend. Of de dag nadien. Dus we waren eigenlijk wel heel snel overtuigd dat Blavier wel de partner was waar we eigenlijk mee wilden samenwerken. Wij wilden eigenlijk sleutel op de deur bouwen, omdat wij eigenlijk een aanspreekpunt wilden hebben om de bouw eigenlijk te gaan opzetten. Het was ook voor ons moeilijk, want wij moesten dan over een lange afstand doen. Wij woonden op dat moment niet in België, dus wij zochten eigenlijk naar een partner die ons kan, het vertrouwen kan bieden om toch een woning te gaan plaatsen, terwijl dat we er eigenlijk zelf niet bij zijn. En dat eigenlijk een totaalafwerking kan gaan bieden voor een bouw te plaatsen. Ik kan me nog herinneren, als we naar die kijkwoning naar Pemere waren geweest, dat we wel al zoiets hadden van oké, dat is wel onze stijl. Maar we hadden toen ook een boek meegekregen met allemaal de kijkwoningen in en de realisaties dat jullie al gedaan hadden. En ik weet dat er was een bepaald type woning toen dat wij dachten van oké, dat vinden we echt fantastisch. En eerlijk gezegd hebben wij daar niet zoveel aanpassingen aan gedaan. Ik denk juist een raam van voor dat we eruit gelaten, maar eigenlijk qua indeling was dat vrijwel hetzelfde. Ik denk dat we één extra slaapkamer hebben en één extra badkamer. Dus we hebben eigenlijk twee badkamers boven, vier slaapkamers. Eén grote badkamer voor ons, maar dan ook eentje voor de dochter, dat ze ons later niet kan storen als wij ons aan het klaarmaken zijn. Met een douche in, een wasbak, heel klein, maar toch voldoende voor haar om haar eigen ding te kunnen doen. Dus we hebben eigenlijk wel vrij veel ruimte boven ook, ja. We hebben dus in de woning onze praktijk, een huidverbeteringsinstituut. We hebben eigenlijk van in het begin ook duidelijk meegegeven van kijk, we willen echt wel een bepaalde ruimte die als handelspand kan dienen. En ook naar specificaties toe, zoals bijvoorbeeld een trap die ook mooi in de ruimte komt, vond ik ook heel mooi. Dat was ook een samenspraak toen met onze architect en met ook uiteraard de werfleider. En ik vind het fantastisch om de praktijk te hebben in onze eigen woning, want het is, de gezelligheid wordt mee doorgetrokken. Ik ben altijd aanwezig als onze dochter hier is. Dus ook naar geluidsdemping toe bijvoorbeeld. Dat is ook iets waar we wel specifiek naar hadden gevraagd. En eigenlijk horen wij compleet niks. Dus dat is ook heel mooi afgesloten. Dus het is geweldig om een praktijk te hebben. Dat is ook mijn droom altijd geweest. Dus in mijn droomhuis. Dus dat is perfect. We hebben de keuze gemaakt voor Blavier, omdat bij de eerste gesprekken in de kijkwoning ook met een bouwadviseur hadden wij een heel goed gevoel, maar dat er een goede communicatie was ook, waar ze mooi eigenlijk de uitleg gaan geven van wat mogen jullie allemaal verwachten wanneer jullie een woning bouwen samen met ons. Ik denk de transparantie, ja. Hoe dat alles verloopt, je weet op voorhand van dit is de prijs en daar mogen jullie aan verwachten en wij hebben daar ook geen extra's op gezien die eigenlijk op de rekening komen. Met uitzondering kiezen, natuurlijk van de persoonlijke touch die je nog extra wil aanbrengen in de woning. Ja. Maar dat is normaal natuurlijk. Ja. Wij hebben tussen de periode van het tekenen contract tot eigenlijk het starten van de bouw was er een redelijke procedure. Ook omdat we in het buitenland dan woonden, moest er eigenlijk een videocall altijd steeds opgezet worden tussen de architect en ook tussen de bouwadviseur. Om de verschillende ontwerpen die we hadden te gaan uitwerken en ook te gaan nakalculeren. Alle wensen zijn voldaan geweest. Dat is ook perfect gelukt, vind ik wel. Dus de flexibiliteit die Blavier daar ook in getoond heeft, was wel schitterend. Hè? Ja. Het was soms laat op de avond, dat was op de meest onvoorziene tijdstippen, zowel voor jullie als voor ons. En, ik denk wel dat Blavier er echt flexibel in opgesteld. Ja. Er waren twee zaken. Dus we hadden mijn schoonbroer die eigenlijk de werfopvolging een beetje deed voor ons. En dan in combinatie ook met de werfleider, waar we toch wel goede contacten mee gehouden hebben. We hadden ook regelmatig telefoons naar elkaar toe om ook de planningen te gaan zien. We zaten ook een beetje met een tijdsdruk, corona was er dan ook. Ja. Daar is ook wel echt flexibel mee omgegaan van Blavier dan uit, vind ik. Er was in het begin een belofte gemaakt van kijk, dit is de dag dat wij starten met te werken. En dit zal de dag zijn wanneer we jullie de sleutels gaan overhandigen. En eigenlijk met één week vertraging, desondanks die hele COVID-situatie, is dat toch wel gelukt. En dat vind ik wel chapeau.
En ondertussen zijn we ook wel op de hoogte gehouden geweest door de werfleider dan, aan de hand van foto's, ook telefoongesprekken, e-mails. Als er werken uitgevoerd werden, kregen we de planning door op voorhand, of we kregen achteraf een mailtje van die werken zijn nu uitgevoerd. Dus wij voelden ons daar echt wel op ons gemak bij. Ja, de oplevering, zoals gezegd, die was binnen het termijn die we vooropgesteld was. Dus dat was wel een heel belangrijke voor ons. We zaten ook, zoals ik zei, wij kwamen terug naar België en we wilden zo snel mogelijk in het huis kunnen intrekken. We hebben natuurlijk de kleine vertraging gehad van een week, dat is niet zo erg. En dat was eigenlijk heel goed. We zijn samen met de werfleider en dan ook met een architect zijn we rondgegaan in het huis. We hebben alle open items die er eigenlijk waren van gebreken. Of zaken die nog moesten hersteld worden, die zijn allemaal opgelijst geweest. En die zijn eigenlijk binnen een termijn, denk ik, van een drietal maanden, denk ik, wel allemaal opgelost geweest. Ja, waren van kleine items tot iets grotere items, maar niks desastreus dat ik zou zeggen van, we kunnen niet in die woning blijven wonen. Dus dat zat ook wel goed. Ik zou de mensen aanraden om met Blavier samen te gaan werken, om een droom te gaan realiseren. Gewoon zuiver en alleen om de transparantie. Mensen spreken dikwijls van een bouwkater. Wij hebben dat absoluut niet gehad bij Blavier. Wij zijn begonnen met een bepaald budget. Daar is altijd rekening mee gehouden geweest. Wij wisten op voorhand van, dit is de prijs voor de woning die jullie betalen. De extra's die erbij komen, komen aan deze prijs erbij. Het is aan jullie om te gaan beslissen, willen jullie deze extra's ja of nee? Dus wij waren echt, dat was voor ons de reden denk ik toch wel. Dat we zeiden van, dat is gewoon fantastisch, want dan weet je sowieso waar je aan toe bent. En er is niets om zorgen over te maken achteraf natuurlijk. Voilà.